37.000 jongeren per jaar krijgen de diagnose depressie. 37.000, dat zal je kind toch wezen? Kinderen tussen de 15 en de 19 jaar. Het overkwam Stanneke Lunter. Haar dochter Jitske viel in een depressie, werd ziek. En dat is een hele heftige periode geweest. Daar gaat het boek Geen Pijn, Geen Angst, Geen Leven, De Veerkracht Voorbij voor een groot deel over. Maar De Veerkracht Voorbij, dat zegt het al. Uiteindelijk heeft Jitske een einde aan haar leven gemaakt. Dit boek ben ik al bladerend gaan lezen. En anderhalf uur later kwam ik erachter dat ik nog steeds stond. Omdat ik erdoor gegrepen werd. Het greep me naar mijn strot, zeg maar. Ik had op een gegeven moment dat je zo'n brok in je keel krijgt. Dat ken je misschien wel. En het was niet alleen omdat het zo'n verdrietig verhaal is. Want als moeder lijkt me dat echt het allerergste. Dat je je kind verliest. En als je dan ook nog een periode doormaakt met elkaar. Waarin je zo hulpeloos bent. En zo ziet dat je kind ten einde raad is. Is dit ook een heel mooi boek. Het is echt, het is een hommage, het is een eerbetoon aan de prachtige, begaafde dochter die zij en haar man hebben gehad. Het vertelt over het ziekteproces, wat heel veel ouders ook zullen herkennen. Maar het vertelt ook over het afscheid en ook over de behandeling en de twijfels en de vragen die Stanneke, de schrijfster en de moeder, zich wel stelde. En dat is extra moeilijk voor haar geweest, misschien wel omdat ze ook psychiater is. Het is nergens een aanklacht naar haar collega's, naar mensen die andere professionals, gewoon echt helemaal nergens. En dat maakt dit boek ook zo. Het blijft vol liefde en mededogen zonder dat er ook maar iets achtergehouden wordt. En dat maakt dit boek ook zo ontzettend waardevol voor professionals om te lezen. Het maakt het ook zo waardevol voor ouders die een kind hebben wat depressief is om te lezen. Is het echt een aanrader voor mentoren. Echt, lees dit boek. En bij andere recensies zul je me juichend horen zeggen, klik door, want ik mag een boek weggeven. Nou, dat mag ik in dit geval ook. Maar ik doe het wel met wat minder enthousiasme, omdat ik zo onder de indruk ben van dit boek. Omdat het me zo ongelooflijk geraakt heeft. Maar onder in beeld verschijnt hoe je een exemplaar kunt bemachtigen wat ik weg mag geven. En deze recensie wil ik besluiten met een gedicht van Jitske zelf, wat ook mede op de cover staat. Geen pijn, geen angst, geen leven. Kleine, domme drenkeling. Ik verdrink, langzaam, zonder geluid. Er zijn schepen, maar ik hou ze op afstand. Wil ik wel gered worden? Ik kan niet schreeuwen. Alles doet zeer. Ik krijg geen lucht. Maar die wil ik ook niet. Heb geen gewicht meer. Ben en ga in vrede. Met een lach op mijn gezicht. Geen pijn. Geen angst. Geen leven. Dit is rust. En ik heb er vrede mee. En jij?